Welkom terug bij Drupal Jam 2021 live vanuit Studio De Vijf Werelddelen in Rotterdam. Daar gaan we. Als je geen geld kan verdienen met software development, met open source software development, dan is het een hobby. Ik weet dat één of twee van die grote klanten ook weer dingen teruggeven aan de community. Het is gewoon zo dat Pfizer en Johnson & Johnson allebei Drupal gebruiken. En ik wil graag overschakelen naar onze eigen Bert van Gameren. Ik zit hier een beetje in een retro-omgeving in de backstage van Drupal Jam. Waar staat I.O. eigenlijk voor? Want het is redelijk nieuw, hè? Ja, we komen uit een build-and-buy-strategie. Dat betekent dat voor de Drupal community OneShoe, Easy Company, Intracto en Burstein daar de bekende namen. Maar dat we net in het traject zitten om daar één nieuwe naam voor te maken. Dat is I.O. En als ik zie hoe dit hier is geworden, hoe gaaf het is, hoeveel energie daar is in zo'n organisatie, dat al die mensen bij elkaar komen en dit organiseren in 3 dagen hier. Ik vind dat geweldig. Naast de talkshows vandaag op deze Drupal Jam 2021 hebben we ook de community sessions. De Drupal community is een en al liefde. Ik werd er gewoon echt met open armen ontvangen. Mensen die wilden echt naar me luisteren. Ik had het gevoel dat ik serieus werd genomen. Robert Slootjes is al 5 jaar actief op Drupal.org. Technical director van MediaMonks. Die API zit dan, daar draai je dan stukjes code achter. Dus dat zijn die Lambda-functies die ik noemde. Die praat met Cognito. Giuseppe die gaat het hebben over Structured TypeScript en React Applications for Headless Frontends. It's quite important because these applications don't underestimate them. They grow really fast as your frontend grows and you get feedback from users and designers and your own feedback. They will become gigantic. Hoi, ik ben Mark Royens van internetbureau Cipix. We werken heel veel met Drupal en vinden daarom een actieve Drupal community erg belangrijk. Die community zorgt er nou ook voor dat de software steeds wordt doorontwikkeld en daardoor ook toegankelijker en veiliger wordt. Om die reden sponsoren wij ook graag de Drupal Jam, het jaarlijkse event waarin de Nederlandse Drupal community bijeenkomt en ideeën uitwisselt. Hi guys, I'm Zeb Mazur. I'm the CTO of Hoppinger, situated in the beautiful city of Rotterdam, where I help my team of strategists, designers and developers build complex long-term applications that tackle challenging problems for our customers in the digital world. At Hoppinger we use modern technology such as, for example, Drupal, TypeScript, React, .NET and more in order to build beautiful headless platforms that can accomplish great things and make our customers happy for a long time. Kennen jullie elkaar eigenlijk? Ja, heel lang. Heel lang. Ja. Ja, we doen het iets anders en hopen daar ook een voorbeeld in te zijn. Delen daar graag over. Is het ook juist bijzonder dat, dat zo'n open source community al zo lang het volhoudt? Ja, zeker.